Het is het gesprek van de dag. De bekentenis van ex-wielrenner Michael Bogaerts over zijn dopinggebruik. Ja, ik heb ook doping gebruikt. Ik heb EPO gebruikt, cortisone gebruikt en de laatste jaren van mijn carrière ook nog bloedtransfusies gedaan. In welke periode gebruikte je? Over welke jaren hebben we het? Dat is een periode geweest van dat ik verboden middelen heb gebruikt. Het is een periode van 1997 tot en met 2007, einde carrière. Ja, u zag een fragment uit het interview met de NOS waarin hij vanavond zijn bekentenis doet. En wij praten erover verder met Egon van Kessel, oud-wielerbondscoach, Eddy Bouwmans uit Aderiksel, ex-beroepsrenner, en Job van der Zon, wielerverslaggever bij Omroep Brabant. Van harte welkom allemaal. Egon, ik begin eventjes bij jou. Het was eigenlijk niet zozeer de vraag of Bogaerts zou bekennen, maar wanneer hij dat zou doen. Ja, daar lijkt het wel op. Het was natuurlijk voor mij, het was geen verrassing wat er vanmorgen naar buiten kwam. En toch sta ik er ook weer een beetje van te kijken. Met aangeslagen? Ja, min of meer wel. Wat voor gevoel roept het op dan? Dan ga je terugdenken naar de juniorentijd. Ik heb met hem en anderen jaren opgetrokken. Er zijn jongens allemaal vers en fris. Grootse plannen. Anti-doping verhalen houden. Waarschuwen daarvoor. Vertel het ook allemaal zonder kan. Hard trainen, veel voor doen. Wat hij ook allemaal gedaan heeft. Hij heeft alles gedaan wat goed is voor een sportman. Enorm voor geleefd. En dan wordt zo iemand beroepswielrenner. En dan lopende de tijd krijg je, vervang je wel eens wat op. Je ziet dat andere harder rijden dan hij rijdt. Dat hij voorbij wordt gereden door jongens die bij de junioren en bij de belofte dan klopten. Dan komt hij terug uitslagen rijden. Ja, je hoort wat, maar je hebt nooit geen zekerheid. En hoe dan ook, het verrast mij niet. Ik kan het ook allemaal heel goed plaatsen in die tijd, in de perceptie van die tijd, van die periode. Maar dat doet me wel pijn, toch? Ja. Ja. We gaan daar zo eventjes over verder. Want eerst, Eddy, jij bent eigenlijk gestopt in een tijd dat hij zo'n beetje binnenkwam. Was jij verrast van dit verhaal? Nee, ja. Op zich, je hoort achteraf van alles. En als je dan Michael ziet hoe dat hij gepresteerd heeft, dan heb je daar ook je vraagtekens bij. Of dat allemaal sportief gebeurd is. Ja. En ik vind het sowieso jammer voor hem en voor de sport. Want hoe ging dat nou eigenlijk? Want jij hebt er natuurlijk zelf tussen gezeten. Heb jij ooit gebruikt? Ik heb wel een keer gebruikt, maar dat is 3 of 4 keer geweest. En ik had er zelf zoveel moeite mee om het te doen, dat ik ook gelijk gestopt ben. Maar hoe kwam je daar dan aan? Hoe ging dat? Ja, via een arts die op een gegeven moment erop wijst van, ja, dit zou je kunnen doen om beter te kunnen presteren en mee te kunnen. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè. Als je koers op koers weg wordt gereden, ja, daar ben je geen sportman voor geworden. En daar ben je ook eigenlijk niet gewend. Nee. Ja, was het hetzelfde als bij Bogert, je met een lulletje als je niet meedoet? Nee. Die eerste jaren heb ik het helemaal zelf niet meegemaakt. En gaandeweg jaren 90, dan praat ik over 92 eigenlijk nog niet, 93, 94. Dat kreeg je wel min of meer die waas in het peloton, waar je van dacht, ja, hij wel of hij niet. En, werd het een soort spelletje, dat je mensen als ze dan goed gereden hadden, dacht van, oh, jij zit aan de doping. Was het zo simpel? Misschien later wel, maar in dat stadium nog niet. Alleen, je had een paar Italiaanse, Spaanse ploegen, die reden gewoon 100 kilometer op kop. En dan was je blij dat je in het wiel kon blijven. Ik heb de Amsterdam Gold Race nog gereden en daar reed een gewisploeg. Gewoon 90 kilometer op kop met 160, 70 renners in het wiel. En daar kon niemand een plek opschuiven. Ja, daar kom je niet meer vooruit. Daar werd je gefrustreerd door. Dat was vervelend. Dus op een gegeven moment denk je van, ik wil ook mee. En dan? Ja, ik heb toch heel vaak gedacht, ik doe het niet. En ik zie dat gewoon niet zitten. En uiteindelijk heb ik het wel een keertje gedaan. Maar waarom was het toen die omslag dat je op een gegeven moment dacht van, en nou ga ik het toch eens een keer proberen? Ja, misschien omdat je toch al die koersen tekort komt. Maar ja, nogmaals, ik heb het 3 keer gedaan en ik heb gezegd, scherm je uit, ik doe het niet. Dat maar een koers minder winnen, ondanks dat ik er maar heel weinig won per jaar. Want jouw reden was, had je er moeite mee? Kon je zelf niet meer in de spiegel aankijken? Wat voor? Ja, en ik had zoiets, op dat moment wordt er ook van alles geroepen van,
Je haalt de 30 niet of dat soort dingen allemaal. Maar ja, dat weet niemand op dat moment. Je kan geen kinderen krijgen. En daar heb ik gelijk gezegd in mezelf en met mevrouw. Dat ga ik gewoon niet doen. Maar dan ga je dus naar zo'n arts toe en daar praat je ermee over doping. En die geeft als het ware aan van dit zijn jouw opties. Of vraag je er dan naar? Of hoe gaat dat? Nou, die heeft het voorgesteld om het eens te proberen. En dat doe je omdat je bent tenslotte wel beroepswielrenner. En je moet met je lijf je brood verdienen. Maar dat wil ook wel zeggen dat je het gezond moet doen. Ja. Hoeveel druk voelde jij, Eddie? Je won in 92 de witte trui, jongerenklassement in de Tour de France. Nou, dat ging dan moet je doorpakken. Dan moet je en dat kon alleen met EPO destijds? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat hij in een hele moeilijke periode heeft gekoerst. Kijk, het trieste voor hem is, vind ik zelf, hij kwam in een periode dat er nog geen, toen hij prof werd, was er van EPO nog geen sprake. Ik denk dat Lemond gelijk heeft, die zegt, die omslag kwam ergens in 92, 93, waarschijnlijk 93. Ja, toen kon je het goed zien. Ja, toen kwam die omslag, daar hebben meer renners, ja. Denk ik. Italianen, Spanjaarden. Ja, die reden alles aan kort toen. Ja. Toen was met jongens zoals hem was het gebeurd, dat geldt ook voor Frans Maassen, denk ik. Ja, Van Hooijdonk en zo, die waren in één keer klaar. En dat is een hele pijnlijke periode geweest voor hem. En hier in Noordwest-Europa, ik durf te zeggen de Nederlandse ploegen, die kennen dat nog niet. Die hadden er helemaal geen weet van. Het is pas echt aan het licht gekomen, denk ik, in 1995, zo'n een beetje. Okay. Ja, nou is hij dader, nou ben je dader. Je hebt 3 keer gebruikt. Ben je ook slachtoffer van een tijdperk? Ik denk dat ik veel meer slachtoffer ben dan dader. Want ik heb het zo kort gebruikt. Ik had er zelf een schuldgevoel over. Oké, daar heb je dan de kans gezet. Want ik wil eventjes kijken naar het filmpje van Michael Bogert, waarin hij toegeeft eigenlijk, dus hij heeft gebruikt, maar waarom hij het nou gedaan heeft. Laten we eens even kijken. Ik denk dat er op een gegeven moment de keuze was om wel wielrenner te blijven of wielrenner af te zijn. De ploegen lagen niet voor het oprapen van Michael Bogert. En ik wilde graag wielrenner zijn, wielrenner blijven en een goede wielrenner zijn. Ja, resultaten halen. Ik wilde een goede wielrenner zijn. Ja. Dan hoort dit er blijkbaar bij. Voor mij op dat moment hoorde dat erbij, ja. Ja, nou, we hadden het er net al even over. Dit was dus de keuze volgens hem. Wielrenner blijven of niet? Ja, voor mij was die keuze heel makkelijk, dan maar niet. Nee. Ben je er blij mee? Ja. Hij is verstrikt geraakt in een web vol leugens en trubbel. Dus je bespaard gebleven dan. Ja. Het heeft me misschien wel veel gekost. Hè, doordat ik niet meegedaan heb. Maar ik heb er absoluut geen spijt van. Ja, want je was 29 toen je stopte. Ik kan me ook voorstellen dat je verbitterd bent. Nee, toen ik stopte heb ik al 5 jaar lang in wielrennen gekeken. Dus ja, het lag wel gevoelig. Ja, en nu? Spijt dat je wielrenner bent geweest in een door vol tijdperk? Ik kijk er nog mooi op terug en mijn kinderen die koersen nu en dat vind ik geweldig. Ja. Oké, Egon, heb jij vandaag Michael Bogert gesproken? Ja. Vanmorgen. Hoe ging dat? Ik had hem hiervoor een maand geleden gesproken. Hij was opvallend ontspannen, viel mij op. Bijna opgelucht? Bijna opgelucht. Zo kwam het bij mij over. Hij vertelde wel hoe moeilijk het was, wat er dan was gebeurd de laatste dagen. De druk vanuit bepaalde persmensen werd steeds groter en groter en groter. En ja, soms zijn er kleine dingetjes voor nodig dat je dan toch maar gaat bekennen. In dit geval was het dan dus dat zijn ex hem opbelde afgelopen maandag met een verhaal over zijn zoontje op school. Ja. Die werd aangesproken. Ik zag eigenlijk ook hetzelfde verhaal met gisteren op tv nog met Lance Armstrong, of vanmorgen geloof ik. En ik denk dat de bekende druppel is geweest. Maar wat verandert dit in jouw beeld over hem? Nou, in principe, kijk, ik hoorde vanmorgen Raymond Kerkhoff zeggen op de tv van waarschijnlijk in de tweede helft jaren 90 tot misschien 2006, 2007, 2008, ik weet niet precies, was waarschijnlijk 80-90% van de toprenners gebruikte iets. Ik denk dat het waar is, achteraf, met de kennis van nu, dat het wel klopt. Maar jij hebt heel nauw met die mensen samengewerkt. Ja, heb je dit nou nooit geweten? Ja, ik heb het heel nauw samengewerkt tot en met 2000, dus ik hoor van hem vanaf 97. Goed, ik wist dat niet. Maar hoe kun je dat niet weten? Want je zit zoveel op elkaar. Dat is zo moeilijk uit te leggen. Dat is,
werd er in de jaren 60, jaren 70 als renners wat gebruikten. Dat ging om niets vaak, het waren onzinmiddelen. Maar goed, dan pochte men daarover. Mm-hmm. En men had het gevonden. Maar ergens in de jaren 90 is die omslag gekomen. En er werd niet meer over gesproken. Ook ploegleiders wisten het niet zeker. Allerlei mensen vragen mij nu, omdat ik bondscoach was in die tijd, maar... Maar kon jij ook niks zien? Kreeg ik een dossier te zien van zo gaat het met Van den Aert? Nee. Ik heb op een gegeven moment, toen ik coach was van de beroepswielrenners vanaf 2005 tot 2008. Ik kreeg van sommige renners tips van, je moet hem niet meenemen om die en die reden. Dat had alles met doping te maken en dat ging natuurlijk wel heel erg ver. Dat heb ik ook nageluisterd. Dus onderling wisten ze het wel van elkaar? Wist jij het allemaal ook van vermoedens. Andere, Eddie, wie wel en niet gebruikte? Nee, je hebt... In de koers zie je bepaalde dingen dat je denkt van ja, dat kon die vorig jaar niet en je kan wel iets verbeteren, maar een knecht die kan niet in één keer zoveel harder omhoog rijden of explosief zijn, wat sommige kopmannen wel hebben. En ja, daaraan zie je dat er iets los is. Maar welke namen gaan hier nou nog volgen? Ja, hij is natuurlijk het boegbeeld. Is het ook het gevolg zeg maar, van hij heeft nu bekend, dus een deksel op die beerput gaat dicht? Of blijft het toch nog open? Willen we nog meer? Want het... Ik denk dat er nog wel wat gaat volgen. Ik zeg al, er komt de dagen de zaak Rasmussen komt nog voor. Daar gaat nog wel wat uitkomen, denk ik. Maar ik denk dat vooral ook internationaal nog heel wat namen gaan volgen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Durf jij namen te noemen, Job? Ik durf geen namen te noemen, dat kan ik niet. Maar ik denk wel dat... de moraal in Nederland heel scherp is. Wij priemen graag met de vinger. Ja. Kijk naar België, hier een paar kilometer verderop. Maar dat zijn allemaal vrome katholieken die vandaag biechten en morgen weer zondigen. Ja. En ik denk, Egon, ze lachen erom. Wat er hier nu in Nederland gebeurt. Ik was vorige week in de ster van, Driedaagse West-Vlaanderen. Daar kwam ik een paar Belgische ploegleiders tegen en een paar Nederlandse ploegleiders. We zitten samen aan een tafeltje nog vlak voor de vergadering. Ja, die Belgen inderdaad, die kijken daar heel anders tegenaan. Die vragen of wij gek zijn geworden hier. Wat de pers in hemelsnaam allemaal wil. Ja, Spanje, Italië, andere moraal. Goed, Spanje is het meer vanuit de overheid uit. De zaak Fuentes is toch daar duidelijk opdracht gegeven. Mm-hmm. Om de deksel op de beerput te houden waar het gaat om andere sporten. Maar ik wil eventjes, want we zijn bijna door de tijd in. Ik wil alleen graag weten, wat gaat er gebeuren met die wielersport? Komen we hier nog uit of blijft die zwarte deken eroverheen liggen? Nou, ik laat één ding wel gezegd hebben. Ik denk dat de wielersport op dit moment, de laatste 3-4 jaar, niet alleen veel schoner is geworden, mm-hmm. sowieso, want dan merk ik aan alles kun je dat zien. Dan kun je zien aan de tijden die men rijdt. Je kan zien met een amateurploeg, als je rijdt in een profkoers, ga je zelfs nog een beetje mee kunnen doen. Mm-hmm. Ik denk dat door alle rotzooi en de maatregelen die zijn genomen de laatste jaren door UCI en andere instanties, dat daardoor de wielersport ten opzichte van andere sporten, waarschijnlijk wel schoner is. Okay. Kijk, er zijn heel veel indicaties. De gemiddelde snelheden die omlaag gaan. Beklimmingen zijn trager. Ja. Maar je bent betrokken bij twee ploegen. Ja. Rusvelo en Team de Rijken. Merk je daar ook een mentaliteitsomslag van? Dat het open en bloot besproken wordt. Dat daar op tafel gelegd wordt. Wij willen dit niet meer. Punt. Bij de Rijken worden er open over gesproken. En daar zijn duidelijke meningen over. En die zijn dus allemaal die jongens moeten heel anders gaan doen. Mm-hmm. En dat kan ook. Daar sta ik ook achter. Het kan ook helemaal veel anders dan 10, 15 jaar geleden. Ja. Bogert en ook hij hebben gekoerst in een moeilijke periode. Jouw jeugd heeft de toekomst. Komt het goed met de wielersport, Eddie? Ik hoop het wel. Maar ik denk dat er nu... door dit goede stappen gezet worden. En die renners zelf die willen het niet. Maar je weet nooit wat de toekomst brengt. En vooral door druk van het geld. Ja. Dank jullie wel allemaal.